Dank u wel, meneer Van Hagen. Dan geef ik nu het woord aan de heer... Oh, ik zie toch een interruptie nog van de heer Klaver van GroenLinks. Ja, voorzitter, dank. Ik vind het altijd lastig, de bijdrage van collega Van Hagen. En dat komt omdat hij hier een heel pleidooi houdt over hoe we ervoor moeten zorgen dat we meer ruimte geven aan de markt. En dat terwijl hij natuurlijk ook zelf, en dat geeft hij ook op in het register, maar dat hij zelf ook vastgoed bezit. Op wat voor wijze zorgt hij ervoor dat er geen sprake is van belangenverstrengeling? En in hoeverre staat zijn onderneming nu op afstand van de heer Van Hagen? Meneer Van Hagen. Ja, interessante vraag. Deze vraag stelt de heer Klaver altijd bij dit soort debatten. Kijk, we hebben allemaal heel veel belangen. We hebben kinderen, we hebben hypotheken, we hebben woningen, we hebben auto's. Dus eigenlijk in ieder debat heb je een belang. Is dat belang zo groot dat je er door beïnvloed wordt? Nee, denk ik niet. Iedereen heeft ook een eigen achterban. De achterban van de heer Klaver bestaat uit mensen die activistisch zijn en die klimaatdoelen nastreven. En daar maakt hij zich hard voor. Mijn achterban bestaat uit mensen die heel hard werken, mensen die ondernemer zijn, mensen die niet een pensioen hebben van ABP of PGGM, maar die hun pensioen zelf moeten realiseren. Nou, die 2 miljoen ondernemers, daarvan zijn er 800.000 die hebben één of meer woningen en dat is dan hun pensioen. Die vertegenwoordig ik. En ik heb inderdaad zelf ook woningen en winkels. En ja, in hoeverre heb ik dat op afstand gezet? Op last van de VVD heb ik in ieder geval alle box 2 verhalen heb ik onder een stichting administratiekantoor gehangen. Dat is voor de wet helemaal niet nodig. Maar dat, ik deed mijn uiterste best om de VVD te dienen. Het was uiteindelijk niet genoeg, maar ik heb dat wel gedaan. En de box 3 portefeuille is gewoon de box 3 portefeuille en is bij een beheerder. Maar kijk, net als de heer Klaver zijn achterban bedient, bedien ik mijn achterban. Ik denk niet dat ik op enig moment beïnvloed word door het feit dat ik kinderen heb en daardoor iets zeg over de kinderbelasting of de kinderbijslag. Of dat ik, omdat ik een paar auto's heb, dat ik iets zeg over de wegen. En net zo min word ik beïnvloed door het feit dat mijn pensioen geregeld is via een paar panden. En dat heeft verder geen invloed hierop. Maar ik ben de heer Klaver altijd dankbaar voor de vraag. Want normaal gesproken heb ik geen spreektijd. En dit geeft mij de gelegenheid om het toch wat beter uit te leggen. De heer Klaver, nog behoefte aan een tweede interruptie? Of laat u het hierbij? Aangezien de heer Van Hagen zo blij was met deze vraag, stel ik er gewoon nog een. Omdat ik had het hier over belangenverstrengeling. Hè? En ik heb het hier niet over zaken of je kinderen hebt of je een achterban vertegenwoordigt. Daar gaat het niet over. Het gaat erover dat u zakelijke belangen heeft. U zegt een paar panden. Als ik het goed heb gelezen in het register, gaat het alleen al over box 3, over 50 panden. Dus het is niet een paar panden, het gaat over 50 panden. En nu zag ik onlangs een filmpje voorbij komen. Thuis met een Z vastgoed-event, speciaal voor de vastgoedbelegger. En daar zei u een aantal dingen, dat wil ik graag even quoten, voorzitter. Eén ding wat ik doe, is ik zorg dat alles gesplitst is, zodat het allemaal los verkoopbaar van elkaar is. Want als het echt helemaal misgaat, en dat doet wij op alle plannen van Hugo de Jonge, dan ga je bij iedere keer dat iets leeg komt, gewoon verkopen. En ik ben ook dingen aan het samenvoegen, dus op dit moment. Ik heb laatst een prachtig monument gekocht in Haarlem. Ik zal het adres niet noemen. We zouden daar vroeger 4 appartementen maken. Nu maken we daar 1 groot appartement. Voorzitter, waarom ik dit voorlees, is dat ik hier zie dat u nog volop bezig bent als vastgoedondernemer. Het beleid waar we nu over spreken heeft potentieel grote gevolgen voor uw onderneming. Ik heb het niet over uw leven, niet over de auto die u rijdt, de wegen waar u over gaat. Gewoon dingen die we allemaal hebben. Het raakt uw zakelijke belangen. En daarmee vind ik het niet. Heb ik er moeite mee met de wijze waarop u hier spreekt en de wetgeving waar u voor pleit. Omdat dat namelijk het verschil. Dit gaat over miljoenen. Als je meer dan 50 panden in je bezit hebt, dan is het beleid wat we hier vandaag bespreken, heeft grote consequenties. En ik wil toch vragen hoe u dat weegt. Meneer Van Hagen. Ja, voorzitter, en dat zijn alleen maar de box 3 panden. Dus ik begrijp niet helemaal wat het uitmaakt. We volgen allemaal de veranderingen op de woningmarkt op de voet. Nou, dat betekent dat als er een WOS-cap wordt ingevoerd en er verdampt daardoor 100 miljard in de markt, ja, dan raakt dat de hele vastgoedmarkt. Dan raakt dat alle pensioenen van alle ondernemers die in vastgoedbeleggingen zijn gefinancierd.
als er een regulering van de middenhuur optreedt, tot 1000 euro, dus tot 187 punten, dan is het logisch dat als ik voor een vastgoedgroep een praatje houd, dat ik zeg, jongens, je moet er heel erg goed oppassen, want als je woningen hebt die klein zijn, dan vallen die in onder het Hugo-effect en dan verdampt er zomaar waarde. Dus dan moet je woningen gaan samenvoegen. Dat zijn logische gevolgen van de markt. En ja, dat zal in mijn portefeuille ook gebeuren. Natuurlijk is het zo dat iedereen daar heel goed op let, want niemand wil verlies maken door het Hugo-effect. Voorzitter, ik rond af. Kort op mee. Je moet je voorstellen, dit verhaal. Als dit verteld zou worden in een willekeurig parlement in het zuiden van Europa of in Oost-Europa, dan zou deze Kamer, met meneer Van Haga voorop, te klein zijn. Dan zouden woorden als belangenverstrengeling, misschien zelfs als corruptie, in de mond worden genomen. Dit kan toch niet? En dit gebeurt gewoon in het Nederlandse parlement. Voorzitter, dit kan eigenlijk op geen enkele wijze. En ik blijf hier in de debatten op terugkomen. En ik zal er ook op andere manieren op terugkomen. Als hier zonder gêne wordt gezegd, 50 panden, dat is alleen maar box 3. We hebben nog niet eens over wat er in box 2 zit. En natuurlijk gaat het over vele miljoenen. U spreekt hier voor uw eigen zakelijke belang. En het feit dat u hier op geen enkele wijze ingeeft dat dat misschien lastig is of dat dat kan schuren met elkaar, dat zegt heel veel over u, meneer Van Haga. En ook over dit parlement, dat dit parlement dat toestaat. En dank u wel. Nog een laatste reactie van de heer Van Haga hierop. Ja, en zoals ik al eerder zei, kijk, ieder staat hier voor zijn eigen achterban. En dat de heer Klaver geen rekenschap heeft afgelegd over alle extreem linkse activistische toestanden, dat moet je zelf weten, maar Extinction Rebellion, Greenpeace, Milieudefensie, die hekken openknippen. Iedereen mag hier zitten en voor zijn eigen achterban opkomen. En daarnaast is het zo dat inderdaad bij Belang van Nederland, Belang van Nederland zitten inderdaad mensen die hard werken en die het prima vinden als er mensen succesvol zijn. En als ze dan met heel hard werken en risico nemen en ondernemingen opzetten en banen creëren, miljoenen verdienen, ja, dan is het prima. Vanuit het marxistische perspectief van de heer Klaver kregen ze dan geen applaus. BVNL geeft ze wel applaus. Fantastisch. Dank u wel. U heeft voldoende over en weer kunnen zeggen en u daagt elkaar er steeds meer uit. Laten we dat niet verder doen. De heer Van Baarle van Denk wil hier ook nog op reageren. Ja, voorzitter. Toch een vraag aan de heer Van Haga om het gewoon even heel tastbaar te maken. Want klopt het dat hij op die bijeenkomst heeft gezegd dat hij als vastgoedbeheerder, als ondernemer in het vastgoed, zijn verdienmodel probeert te optimaliseren door zoveel mogelijk te splitsen? Dat hij daarmee zijn verdienmodel optimaliseert. En dat hij net aan de minister heeft gevraagd, neem zoveel mogelijk belemmeringen weg om woningen maar te kunnen splitsen. En heeft de heer Van Haga daarmee niet gewoon iets aan de minister gevraagd dat gewoon direct zijn eigen portemonnee bevoordeelt? De heer Van Haga? Nee, precies het tegenovergestelde. Kijk, ik denk dat het goed is voor de woningmarkt als er zoveel mogelijk gesplitst wordt. En dat grote woningen in kleine woningen worden gesplitst. En daarom heb ik ook aan de minister gevraagd van ja, waarom zijn er nu allemaal wetten en regels geïnstalleerd om dat te voorkomen? Want je kunt op een hele eenvoudige manier door te splitsen een woning van, laten we zeggen, 200 vierkante meter in vier woningen van 50 vierkante meter splitsen. Alleen door de regels van onze minister gebeurt dat niet. Wat in mijn portefeuille zelf gebeurt, dat is iets heel anders. We zijn heel vaak aan het samenvoegen om grotere woningen te krijgen, omdat dat makkelijker is, leuker is, mooie dingen. Vroeger waren er monumenten met gewoon één woning. Nou, dan maak je er weer één woning van. Dus dat is een heel ander verhaal. Het heeft werkelijk niets met elkaar te maken. Maar ik denk dat je principieel in deze woningcrisis moet kijken naar hoe kun je zoveel mogelijk vierkante meters creëren en hoe kun je zoveel mogelijk woningen binnen die vierkante meters creëren. En daar heb ik een stuk of 15 oplossingen voor aangedragen. En één daarvan is splitsen. De ander is woningen op bestaande woningen bouwen. Ander is het loslaten van de kostendelersnorm. Het ander is hofjes voor ouderen. Het andere is meer studentenhuizen. Okay. Dus het aantal mensen per vierkante meter moet omhoog. En dat heeft werkelijk niets te maken met mijn eigen portefeuille. Nee, maar kijk, ja. Er wordt natuurlijk continu. Nee, maar u heeft een antwoord gegeven. Volgens mij is dat wel duidelijk. Maar ik zie nog een laatste vraag. Ook welkom aan de heer Grimwis over dit onderwerp. Aan de heer Van Haga. De heer Grimwis. Ja, voorzitter, ik ga het woord belangenverstrengeling en zo ga ik proberen te vermijden. Sorry, ik was te snel. Er is ook nog een tweede interruptie van de heer Van Baarle.
Ik was iets te snel. Ja, voorzitter, omdat als de heer Van Haga zegt dat het niks te maken heeft met zijn eigen portefeuille en zijn eigen portemonnee, dat het gewoon niet klopt. Want als de heer Van Haga hier letterlijk opgetekend wordt, dat hij geciteerd wordt en zegt: één ding wat ik doe, ik zorg dat alles gesplitst is, zodat het allemaal lekker los verkoopbaar is. En dan wordt hij letterlijk opgetekend. Dan heeft hij het over zijn eigen verdienmodel. En als de heer Van Haga vervolgens in een debat aan de minister vraagt: probeer ervoor te zorgen dat alles lekker makkelijk te splitsen is. En dan zeg ik niet dat de heer Van Haga niet integer is. Maar in ieder geval wat de heer Van Haga doet, dat schuurt wel, doordat hij iets bespreekt met de minister dat te maken heeft met zijn eigen verdienmodel. Erkent de heer Van Haga dat dat op zijn minst schuurt? Dat het op zijn minst vreemd overkomt dat je aan de minister vraagt iets mogelijk te maken, iets makkelijker te maken, waar je zelf financieel profijt van hebt. Dank u wel. De heer Van Haga. Ja, voorzitter, ik ben heel blij met deze vraag. Want nu begrijp ik dat de heren aan de overkant het gewoon niet begrijpen. Je hebt twee vormen van splitsen. Het ene is gewoon zeg maar de woning splitsen in een grote woning in vier kleinere woning splitsen. Dat bedoel ik met splitsen. Een andere vorm van splitsen is kadastraal splitsen. Dus je hebt een pand dat één kadastrale eenheid is en dat bestaat uit vijf woningen. Maar het zijn al vijf losse woningen. En die kan je dan notarieel splitsen. Daar moet je een splitsingsvergunning voor hebben. Natuurlijk, als je inderdaad iets los wil verkopen, dan moet je dat splitsen. Maar dat zijn twee verschillende vormen van splitsen. Dank u wel. Daar laat de heer Van Baarle bij. Dan de heer Grimwis. Ja, voorzitter, ik ga proberen woorden als belangenverstrengeling zo niet te benoemen. Ik wil gewoon een vraag stellen aan de heer Van Haga. Kijk, heel veel van de voorstellen die hij doet, kan hij prima als gemeenteraadslid in een willekeurige gemeente doen. Want gemeenten gaan over, die waken over de leefbaarheid, die waken over de betaalbaarheid. En welk voorstel heeft de heer Van Haga nou gedaan wat de leefbaarheid van in een gemeente dient? Wat de betaalbaarheid voor een huurder dient? Even, waarom hebben vaak grote gemeenten de afgelopen jaren ingegrepen om juist in oude stadswijken, waar enorm werd gesplitst, waar enorm werd verkamerd. En dan heb ik het niet over kadastraal splitsen, maar heb ik het over het opsplitsen van woningen in verschillende appartementen. Dan wel het verkameren van woningen waarin het niet formele appartementen waren. Waardoor de leefbaarheid in oude stadswijken enorm achteruit gaat. U kent de huizen wel. Met wandjes die zo dun zijn, waar je alles doorheen hoort. Waar de leefbaarheid echt achteruit gaat. Waar je op straat struikelt over alles wat op stoep wordt gezet. Waar, kortom, de gemeente wel moest ingrijpen om de leefbaarheid op peil te houden. Dan is het toch veel te kort door de bocht om hier koetkekoet, keer op keer, elk debat weer, te vragen om meer splitsen, meer splitsen, meer splitsen. Terwijl een gemeente dit op lokaal niveau het beste kan bepalen in welke wijk het wel passend is en welke wijk niet. Is de heer Van Haga dat met me eens? Hoe dient hij de leefbaarheid en de betaalbaarheid met zijn voorstellen? Dank u wel. Heldere vraag, de heer Van Haga. Ja, de heer Grimwis, voorzitter, die haalt ook weer twee dingen door elkaar. Verkamering is iets anders dan het splitsen van woningen. Kijk, ik ken die woningen overigens niet, maar ik lees dat natuurlijk ook in de krant. Er zijn natuurlijk verhuurders die zoveel mogelijk buitenlandse werknemers, Polen, je hebt van die, dat lees ik ook, en dan zitten er 20 Polen op een woning. Het slaat natuurlijk nergens op. Dat mag ook niet vanwege het bouwbesluit. Dus dat is allemaal onzin. En de leefbaarheid, ja, dat is een heel ander verhaal. Ik denk dat ik voldoende voorstellen heb gedaan om dingen leefbaar te houden. Ik vind het bijvoorbeeld raar dat we helemaal zijn gaan inzetten op het thuis laten wonen van ouderen. Terwijl er ook hofjes zijn waar ouderen echt ontzettend leuk met elkaar samenwonen. Nou, mevrouw Pauverwij en mevrouw Den Haan die hebben daar ook een voorstel voor gedaan. Ik denk dat het heel goed is om de leefbaarheid ten goede te komen, om dat soort initiatieven te belonen. En dan het idee over de gemeenteraad. In de gemeenteraden gebeuren heel veel dingen juist niet. En je ziet dat de landelijke overheid op heel veel vlakken juist aan het ingrijpen is in die gemeentes. Nou, daar ben ik er niet altijd mee eens. Maar ik denk dat in de woningmarkt er best vanuit de minister een stimulans mag komen om de gemeentes ertoe te bewegen om wat makkelijker om te gaan met transformaties bijvoorbeeld. Ik zie nog heel veel kantoren, leegstaande bedrijfsruimte die makkelijk omgezet kan worden, ook in woonwijken. En dan denk ik, ja, als de gemeente het nalaat, we zitten echt in een grote crisis, laat de minister dan daar maar een stimulans in verzinnen.
Dank u wel, voorzitter. De heer Grimwis. Kort de laatste. Ja, kijk, ik constateer dat de heer Van Haga allemaal dingen zegt in reactie... Waar die niet ter discussie staan, waar we het allemaal over eens zijn. Alleen waar die van wegdraait, is dat zijn voorstellen, zoals hij ze neerlegt... De leefbaarheid in veel steden, in veel gemeenten, helemaal niet dienen. Hij grijpt van bovenaf, wil hij... Nou ja, en daarmee wekt hij de indruk dat hij dat doet... om niet om de hardwerkende Nederlander te bedienen... maar een paar mensen die vastgoed bezitten... en daarvan in hun vrije tijd wat kunnen rentenieren. Dus kortom, de heer Van Haga doet niet echt zijn best... om dat beeld weg te nemen. Terwijl we weten dat we hier met onderscheid moeten spreken... over verkameren en splitsen. En dat het twee verschillende dingen zijn. Maar ook dat in de ene wijk het toevoegen van woningen echt niet kan... en in de andere wijk het heel prima kan. En erkent de heer Van Haga dat? En wat is zijn bijdrage, kortom, aan de leefbaarheid en de betaalbaarheid van steden? Dank u wel, de heer Van Haga, over de leefbaarheid en betaalbaarheid. Ja, voorzitter, alle voorstellen die ik heb gedaan, die leiden tot een betere betaalbaarheid. En de suggestie die Grimwis wekt, is dat de kwaliteit van de woningen... en de leefbaarheid daarmee in de steden en dorpen... in het gedrang zo, maar dat is natuurlijk totale onzin. De kwaliteit moet goed zijn. En je ziet ook in Nederland dat er kwalitatief steeds beter gebouwd wordt. Dus dat gebeurt. Er wordt steeds meer geïsoleerd. Het energielabel heeft ertoe geleid dat woningen veel beter worden geïsoleerd. Dus die kwaliteit, die is er. Het gaat er alleen om dat de overheid de markt heeft verstoord. En die markt moet weer in balans komen. En dat leidt tot een betere betaalbaarheid. En ik denk dat het grootste probleem is dat we op dit moment moeten oplossen. Dank u wel. Dan is er ook een vraag van de heer Nijboer van de PvdA. Ja, voorzitter, ik wil toch nog één vraag stellen over integriteit en belangenverstrengeling. Omdat het is best een moeilijk thema. We hebben inderdaad allemaal belangen. Ik heb zelf bijvoorbeeld geen nevenfuncties. Mag wel, maar dat doe ik bewust niet. Ik heb geen aandelen. Mag wel, doe ik bewust niet. We hebben een grote portefeuille in een kleine fractie. Mijn man is ondernemer geweest. Op al die terreinen kan hij geen opdrachten doen, want ik wil daar geen discussie over. Dat is niet allemaal verboden, maar je probeert dat zo integer mogelijk te doen als Kamerlid. En ik vraag aan de heer Van Haga, legt hij zichzelf ook begrenzingen op? Want we hebben echt een unieke positie als Kamerlid. De minister is verplicht te antwoorden op al die vragen. U kunt hem steeds aanspreken op al die punten waar u dan zelf een belang bij heeft. Legt u zichzelf ook beperkingen op als het echt aan je raakt van dat moet ik eigenlijk niet doen. Dat is eigenlijk niet zuiver of dat is... Ja, dat past. Komt zo dicht bij mijn eigen belangen, dat doe ik niet. Dat zou ik zuiver vinden. Dank u wel, meneer Nijboer, de heer Van Haga. Of u zichzelf beperkingen oplegt? Nou, ik vind dat een lastige vraag. Mijn vrouw die is docent economie in het onderwijs. Ja, mag ik dan niks meer over onderwijs zeggen? Als uw man, als de man van de heer Nijboer bepaalde klussen weigert, omdat... Ik vind het moeilijk. Ik denk dat het wat van belang is dat je geen belangenverstrengeling hebt. En ik zie op geen enkele manier dat ik belangenverstrengeling heb op de onderwerpen en de portefeuilles die ik behandel. En zeker hier niet. Ik heb die discussie natuurlijk veel gehad bij de VVD. En volgens mij is het prima zo. En ja, het staat iedereen vrij om die vraag te stellen. Maar ja, dan krijg je natuurlijk wel een heel lastig verhaal... dat we iedere keer als we het over auto's, hypotheken, kinderen, weet ik wat hebben... dat je dan moet gaan nagaan of je daar een belang bij hebt als je daar iets over roept. Ik vertegenwoordig gewoon mijn achterban en ik denk dat hij heel blij is met mijn bijdrage. Ik zie aan de mimiek van de heer Nijboer... Voorzitter, heel kort, want ik wil het niet als een hele interruptie... want dan ben ik de helft van mijn interrupties aan de heer Van Haga. Ja. Maar er is toch een wezenlijk verschil met of je over kinderbijslag spreekt... je hebt kinderen, of je spreekt over de hervorming van de hypotheekrente af te kennen... je hebt een hypotheek, of je hebt een enorme portefeuille bij huis... en je stelt 10 vragen om daar al die regulering precies voor aan te passen. Dat is toch een heel groot verschil. Ziet de heer Van Haga dat echt nog niet? De heer Van Haga. Nou, ik weet niet hoe groot de hypotheek van de heer Nijboer is, maar ik kan me voorstellen dat als de heer Nijboer in een sociale woning woont en hij pleit voor meer sociale woningen, dat dat ook een rechtstreeks belang is. En zeker voor zijn achterban. Ik denk dat voor ons allemaal het belang van onze achterban en de stemmen die we proberen te krijgen, dat het grootste belang is. En ja, ik denk dat we daar allemaal ons uiterste best voor doen. Dank u wel. Ik heb één punt van orde. En dat is, dit is een WGO, dus daar mag ieder Kamerlid aan meedoen. Daarom heb ik daar ook aan het begin geen punt van gemaakt. De heer Van Haga is geen lid van deze commissie. Dat betekent dat voor ieder debat wat er is, moet de commissie toestemming geven
of een lid van Haga hier aan mee kan doen. En wat mij betreft is die toestemming er niet meer. Ik ga aan dit circus niet langer meewerken. Ja, waarvan akte? Ik denk ook dat het goed is dat we nu doorgaan naar de bijdrage van de heer Kops van de PVV-fractie.